Het leven duurt hier veel te kort. Ik kijk wie er hier allemaal actief is in de wijk of in het klooster zelf. En kijken of zij wat willen doen hier in het klooster of iets met elkaar samen doen, een activiteit. Gewoon iedereen die zin heeft om hier wat te doen, daar probeer ik contact mee te maken. Probeerde ik contact mee te maken en probeerde ik te koppelen aan anderen die misschien dezelfde doelstelling hadden. We staan nu in het klooster en het is eigenlijk een afscheid. Ja. Waarom ga je weg? Ik ga gewoon met pensioen. Dus ik ben voorlopig, mag ik even een tijdje van mezelf niks doen. Deze functie, hoe lang heb je dit gedaan? Deze functie hier in het klooster als programmamakelaar heb ik een half jaar gedaan. Dus vanaf januari. En daarvoor ben ik 4 jaar coördinator wijkprogrammering geweest. Dus samen met scholen en welzijn hier in het Oude Noorden en in het Agniezenbuurt gewerkt. En ook voor de hele deelgemeente Noord. En daarvoor was ik opbouwwerker bij Sonor en heb heel veel verschillende functies uitgevoerd. Maar eigenlijk bijna altijd vanuit het Oude Noorden. Maar is er een programma wat je georganiseerd hebt, wat echt bijgebleven is? Van heel lang geleden. Bijvoorbeeld het project Silk. Dat heb ik samen toen opgezet met het Wijpastraat en met Rien van der Velde. Wij merkten dat heel veel jongeren iedere keer van school afgetrapt werden. Met name Marokkaanse jongeren. En die hebben we een soort mentoraat hebben opgezet in de Gerard Scholtenstraat. Dat is echt wel een heel mooi project. Dus die kinderen leerden hier sociale vaardigheden, zodat ze gewoon op school konden blijven. Ze werden ook vaak heel onjeheus bejegend en zelf reageerden ze ook daar weer heel erg op. Dus dat ging altijd vaak van kwaad tot erger. Dan werden ze van school getrapt. Ja, en dat was gewoon niet goed. En dat is jammer. Dat waren te veel talenten. Daarnaast heb ik natuurlijk hier ook in het kader van empowerment onder andere dat die Madras die El Hilwa en die theaterstukken, Reunie. Met jongeren inderdaad theaterstukken gemaakt met Kees Bavius. Die heeft dat gemaakt met jongeren. En dat is ook op verschillende scholen in ouderkamers uitgevoerd. Dus dat zijn van die kleine dingen waar ik in ieder geval aan heb bijgedragen. En je hebt al 15 jaar voornamelijk in Noord gewerkt. Maar wat zal je het meeste gaan missen? Ik vind het ook super zoals Oude Noorden veranderd is. Hè. Als je nagaat dat hier bijvoorbeeld klooster hebben ooit tralies voor de ramen gezeten. Dat was 5 jaar geleden nog. En dat liep helemaal uit de hand. En dat is nu zo'n andere sfeer geworden. En dat is gewoon hartstikke fijn om er te zijn. En toch al die mensen die allerlei dingen ondernemen. En, ja. Het creatieve wat hier ook zit in de wijk, hè, dat ga ik missen hoor. Dat ga ik echt wel opzoeken hier. Ja, blijven opzoeken.